welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer allemaal nieuwe make-up testen. Het is nu 2:05 in de middag. Ik ga ook de make-up de hele dag oplaten om te laten zien hoe het er aan het einde van de dag nog op zit. Ik heb heel veel betaalbare make-up. Ik heb dure make-up. Het is gewoon een beetje een mix. Het is ook een mix van PR. Dus make-up die ik gratis heb gehad en make-up die ik gewoon heb gekocht. En mensen, we hebben alles. We hebben Jeffree Star. We hebben Revolution. We hebben Primark. Wat hebben we allemaal nog meer? In ieder geval heel veel make-up. Ik heb in mijn vorige 2 unboxing video's heel veel make-up unboxed. En daarin had ik ook gevraagd wat voor video's mensen willen zien. En er werd massaal gezegd gewoon van testvideo's. Test gewoon alle make-up uit. Dus dat ga ik doen. Ik heb het al in een andere video gedaan hiervoor. En nu ga ik de rest van de make-up ook proberen. Want ik had genoeg voor 2 volledige full face video's. En ja, ik ben vooral heel benieuwd naar dit oogschaduwpaletje. Dus daar ben ik heel enthousiast over. I cannot wait, want ik heb het al wel nou even een tijdje. En ja, laten we gewoon snel gaan beginnen met het testen van alle make-up op mijn gezichtje, waar nou nog helemaal niks op zit. Ik lijk echt jong zonder make-up. Ik vind dat ik zo jong uitzie. Ik moet nog gewoon mijn ID laten zien en alles. En ik ben al 25. What the fuck. Dus laten we even wat make-up op gaan doen, zodat ik er ook gewoon echt uitzie als iemand van 25. Dus vind je het nu al leuk, vergeet dan niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Oké, nou zoals ik al net heb laten zien, heb ik hier een nieuw oogschaduwpaletje. Dit is een paletje van Morphe in samenwerking met Jeffree Star, zoals je kunt zien. Dit paletje ziet er echt prachtig uit. Ik heb het van de Morphe EU website. Is gewoon een Europese website hebben hun. Dus je kunt daar gewoon bestellen zonder douane of whatever te moeten betalen. En dit paletje, echt, dit schreeuwt echt mijn naam. Ik hou van heftige make-up. Ik ga ook vandaag een hele heftige look maken. En kijk dit paletje, jongens. Ik vind ook, dit is dus een samenwerking met Jeffree Star. En ik vind dit paletje ook echt helemaal hem. Heel af en toe maken mensen een collectie waarvan ik denk, het is niet echt jou. Zoals bijvoorbeeld Kylie Jenner heeft nou een collectie met Balmain. Maar als ik aan Balmain denk, dan denk ik aan zwart en studs en glanzend en zo. Maar de collectie is helemaal pastel en zo. En dan denk ik bij mijn eigen, ja joh, pastelkleuren. Dat is niet echt, ja, de vibe die ik krijg van Balmain. Maar dit is compleet de vibe van Jeffree Star. Zo dat roze en de heftige kleuren. Dus ik vind het paletje echt geweldig. Echt een paletje voor hem. En het ziet er gewoon heel mooi uit. Jeffree Star heeft ook gewoon zijn cosmetica lijn. Die is best wel prijzig. Maar nou heeft hij dus een samenwerking met hun. Waardoor je toch een beetje zijn kwaliteit kunt krijgen voor wat minder geld. Nou, de kleuren zien er in ieder geval prachtig uit. Ik ga echt een hele heftige look maken met paars en groen en alles. Dus we gaan er vandaag weer helemaal voor. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus laten we gewoon snel gaan beginnen. We gaan even inzoomen op mijn gezicht. Zodat je beter kunt zien wat ik nou allemaal precies doe. Wow, ik praat veel, man. Oké, ik ga beginnen met het primen van mijn ogen met mijn P. Louise base in de kleur 01. En dan pak ik ook een beetje losse poeder en die breng ik ook nog aan over de hele primer. Zo, nou zijn mijn ogen helemaal geprimed en dan kunnen we beginnen met de oogschaduw. Nou, dit zijn dan alle prachtige kleuren. Het zijn allemaal matte kleuren. Het zijn glanzende kleuren en we hebben hier een pressed poeder. En dit is volgens mij ook een pressed poeder. Als ik het goed heb. Maar ja, deze lijkt toch ietsje minder heftig dan deze. Deze is wel echt heel heftig. Even kijken. Ik ga beginnen met groene kleuren. Ik begin hier met de lichte matte groene kleur. En die heet Wake & Bake. En die kleur ga ik met een grote fluffy kwast aanbrengen in mijn arcadeboog. Dan ga ik in met de ietsje meer donkere matte groene kleur, die heet Nate. Nate is de naam van de vriend van Jeffree Star. Echt cute dat hij één kleur naar hem heeft genoemd. En hiermee ga ik ook weer in mijn arcadeboog en ik ga een beetje onder die andere kleur blijven. En hiermee ga ik het ietsje meer dimensie geven, ietsje meer groen maken, ietsje heftiger. En zoals je kunt zien, ik blend omlaag. Ik ga vandaag niet per se voor echt een cat eye. Ik ga voor een beetje een ronde look. Dus als ik zo'n look wil maken, dan blend ik het altijd zo een beetje omlaag in plaats van omhoog. Dan ga ik in met deze hele lichte matte vanillekleur. Die heet Lin. Oh, alles valt. En met die kleur ga ik een beetje zo langs de randen om het een beetje te diffusen. Ietsje meer soft te maken en iets minder hard. Zo, mensen zullen nou wel iets hebben van wat is zij allemaal aan het doen met haar ooglook.
Zoals ik al zei, het wordt heftig. Oké, dan ga ik een kleur aanbrengen op mijn ooglid. Ik wil niet echt een echte cut crease maken, zo heel strak. Maar ik ga wel mijn MAC Soft ook gebruiken om een beetje een soort van soft cut crease te maken. Om het hier een beetje op te ruimen, zodat er geen andere kleur onder de andere kleur gaat zitten. Ik gebruik hiervoor mijn platte smudge brush. Want als ik een beetje een fluffy kwast gebruik, dan wordt het niet heel super strak, maar een beetje meer een soft cut crease. Zo, kijk, nou heb ik het een heel klein beetje zo opgeruimd. Nou ga ik in met paars. Ik begin met een beetje donkerste paarse kleur, die heet Mogul. En die is gewoon mat. En dan gebruik ik gewoon een platte kwast. En dit breng ik dan aan over mijn hele ooglid. Oeh, heel veel pigment, jongens. En ik laat het hier binnen een beetje open, want daar ga ik zo meteen een andere kleur doen. Oké, op beeld is de kleur meer roze, maar het is wel echt paars, jongens. Ik hoop dat de kleur straks op beeld wel een beetje gaat veranderen. Dan pak ik een hele kleine fluffy kwast waar ik niks op heb gedaan. En dan ga ik die twee kleuren een beetje hier in elkaar mixen. In elkaar blenden, bedoel ik. Oeh, die kleuren willen niet echt heel goed in elkaar blenden. Kijk hier, het wordt hier helemaal patchy. Die paarse kleur gaat helemaal vanaf. Ik pak weer een beetje van die paarse kleur. En dan ga ik het daarmee gewoon blenden. Dan pak ik weer een beetje van die donkergroene kleur Nate. Daarmee ga ik dan ook een beetje blenden hier. Zo, nou heb ik ze allebei een beetje zo in elkaar geblend. Pak heel even weer mijn grote fluffy kwast. Ik ga even wat erop zit eraf halen. En dan een beetje zo over al de kleuren heen. Om het nog extra te diffusen. Dan ga ik in met de kleur waarvan iedereen zeker had verwacht dat ik hem ging gebruiken. En dat is deze prachtige glanzende kleur. Ik weet niet hoe ik zo'n kleur kan noemen. Het is niet echt goud. Het is een beetje een cooltone goud of zo. Weet iemand wat voor kleur dit is? In ieder geval, de kleur heet Millions. Oh wauw, kijk hoe mooi. En die wil ik dan aanbrengen hier zo in het begin waar ik het dus open heb gelaten. Ik hoop dat die gewoon goed blijft zitten. Ik pak gewoon een klein beetje met een ronde kwast. En dan breng ik het gewoon zo aan. Blijft godzijdank gewoon goed zitten. En dan een beetje uitblenden zo naar buiten. Zo, wat een ooglook is dit, jongens. Zo, ik ga nou dit ook even hier doen. Kom ik zo terug. Oké, daar ben ik weer terug met de look. Ik heb het nou bij allebei de ogen. I like it. Het is super heftig. I know it, mensen. Maar ik vind het wel leuk. Zo, en dan ga ik nog in met deze lichte glanzende champagne kleur. Die heet Designer Label. En die breng ik dan nog een beetje aan onder mijn wenkbrauw. Oeh, gepigmenteerd. Dan heb ik ook een nieuwe mascara van MUA. De I Define Nourish and Care Mascara. Die is gewoon te koop bij de Kruidvat. Er staat op vegan, nou vegan. Dus dat is top voor mensen die alleen maar vegan make-up gebruiken. En het is een hele betaalbare mascara, want MUA is altijd betaalbaar. Waarom is die paarse kleur zo roze op beeld? Ik storm me eraan. Oké, even openmaken. Oeh, hij is super groot met ook van die fibers erop. Kijk, ik weet niet of je de fibers echt heel goed kunt zien, maar oké. Zo, er zitten wel heel veel fibers op, jongen. Het is gewoon alsof het in een kattenvacht heeft gelegen of zo. Op zich is de borstel best gewoon normaal, dus ja, whatever. Ik ga gewoon deze aanbrengen op mijn mini wimpertjes. Het is wel echt een hele droge mascara. De mascara is voor mij geen succes. Hij doet niet genoeg. Dan als snap wimpers heb ik een nieuw van de Primark in samenwerking met Babydoll wimpers. Deze zijn €5 per stuk bij de Pri. Ik heb besteld 730. Ik heb er al twee opgedaan, twee andere stijlen. En ik vind deze wimpers echt geweldig. Ik heb deze stijl nog niet gebruikt, dus dat ga ik nou doen voor de eerste keer. Ik ga ook een beetje de fallout hier weghalen. En dan kom ik zo bij jullie terug. En dan gaan we beginnen aan de gezichtsmake-up. Oh, die mascara, er zit een fiber in mijn oog. Oh. Zo, de wimpers zitten erop. Het zijn hele heftige lange wimpers, want het is ook een heftige look. Dus ik wilde ook heftige wimpers. Ik ga even snel mijn gezicht primer met mijn Hydra Matte Primer. Zo, nou is mijn gezicht een beetje gehydrateerd, want ik ga in met een matte foundation. Nieuw heb ik de Revolution Matte Base Foundation. Ik heb hem gehad in 4 kleuren. Ik heb dit gehad in PR van de Kruidvat. Ik heb kleur 5, F5, F4, F3 en F1.
Deze zijn volgens mij allemaal te licht voor mij, want ik heb normaal F8, maar whatever. Ik ga dus de donkerste gebruiken, F5, en dan gaan we gewoon, we will make it work. Dit is de verpakking, het is gewoon een cheap ass verpakking, maar het is ook een cheap ass foundation. Het is dus een matte foundation en er staat op dat het een volledige dekking heeft en dat je poriën vermindert. Nou, dat is top. Deze is dus gewoon te koop bij de Kruidvat. En ik ga het aanbrengen met mijn beauty blender die ik al een beetje vochtig heb gemaakt. Nou, daar gaan we dan jongens. Here goes nothing. Dat is toch wat ze altijd zo zeggen. Oeh, F5 is wel... Oh, dit gaat veel te licht zijn. Ah, nou ja, whatever. We gaan zometeen ook contouren en alles. En dan kan ik mijn gezicht weer iets donkerder maken. Nou, het is inderdaad een echt een matte foundation. Hij blendt niet echt heel goed mee, moet ik eerlijk bekennen. Ik vind hem ook niet echt heel smooth op mijn huid. Het is niet dat ik nou echt denk van, wauw, mijn huid ziet er echt prachtig uit. Dan ga ik cream contouren en cream highlighten. Hiervoor ga ik mijn Juvia's Place sticks gebruiken. Dit was het PR pakketje. En er zitten een heleboel sticks in. Ik ga even eentje laten zien. Dit is de verpakking, echt een hele mooie verpakking. En dan is het gewoon zo'n stick. Je kunt die gebruiken als foundation, concealer, contour, cream, bronzer, whatever you want. Ik heb hem in een heleboel kleuren, dus ik moet even op zoek gaan naar welke kleur in hemelsnaam gaat matchen met mij. Want op de verpakking, je kunt de kleur niet zien, dus ik moet echt elke stick gaan openmaken. En ja, ik heb er ook echt een heleboel. Dus ik ga even snel kijken wat ik als concealer kan gebruiken en als cream contour. Approximately 10 hours later. Oké, nou het was echt super lastig. Oh mijn god, ik heb hier een aantal geswatcht. Ik wist gewoon niet welke ik nou moest gaan gebruiken. Ik denk dat ik een contour en een highlight kleur heb gevonden, maar mensen, het was echt een struggle. Dus ik moet hier echt een keer uitgebreid voor gaan zitten en echt alle kleuren bekijken. In ieder geval, ik heb hier de kleur Jacmel, als ik het goed uitspreek. Ik ga deze gebruiken om mee te contouren. Het is een beetje een bronzerachtige kleur. En ik heb de kleur Barcelona. En die ga ik gebruiken om mee te highlighten. Al is die kleur denk ik wel een beetje donker, maar ja, whatever jongens. Even kijken, de kleur Barcelona. Ja, ik ga deze gebruiken om mee te highlighten. Zo, ze voelen wel heel creamy aan. En dan pak ik de stick Jacmel. En daarmee ga ik een beetje contouren. Het is wel een beetje een lichte kleur aan de lichte kant. Het lijkt een hele mooie kleur te zijn. En ik breng best wel veel aan, want de foundation was echt veel te licht. Ik ga alles inblenden met mijn beauty blender. En ik begin eerst met de contourkleur. Ik vind van die sticks altijd heel erg fijn om mee te contouren, zoals ik nou ook heb gedaan. Ik gebruik ze persoonlijk vaak niet als concealer. Daar vind ik ze iets te droog voor altijd. Ik hou meer gewoon van een normale liquid concealer. Maar ik had gezien dat mensen ze ook als concealer gebruiken, dus ja, ik dacht, waarom niet? Nou, ik moet zeggen, ze blenden topje uit, jongens. En de kleur is mooi, dat heb ik goed gegokt. Het is wel meer een bronzer kleur dan een contourkleur. Het is een beetje een warme kleur. Maar ik vind het wel mooi. Vooral omdat ik nou echt even mijn huid iets donkerder moet maken. I like it. En dan met de andere kant van de beauty blender, waarmee ik de foundation ook heb aangebracht, ga ik de highlight kleur inblenden. Hier onder mijn ogen. Nou, dat blenden echt top in. De kleuren zijn op zich gewoon goed. Ik moet wel bekennen, zoals ik ook al net zei, ik ben er niet zo een fan van als concealer. Het is wel mooi, maar ik vind het niet dat het de dekking en de smoothness geeft onder mijn ogen die ik zoek. Dus ik zou hem persoonlijk niet meer als concealer gebruiken, maar zeker wel om mee te contouren en zo. Daar vind ik ze echt ideaal voor. Ze blenden ook echt topje uit. Dus ja, ik vind het echt een top product. En je kunt het ook als foundation gebruiken als je dat zou willen. Dat ga ik zeker ook nog wel een keertje doen. Dan heb ik ook een nieuwe poeder. De Revolution Conceal & Fix losse poeder. Ik heb hem in de kleur lichtgeel. Ik heb die van Pussy Shop gekocht. Deze ga ik ook even proberen. Ik vind het altijd echt een gedoe om goede betaalbare losse poeders te vinden. Die zijn er echt bijna niet. Die ik ook gebruik zijn allebei duur. Ik gebruik er twee.
Dus ik hoop dat hij goed gaat zijn, want daar ben ik zeker wel aan toe. Dit is de verpakking. Hij ziet er zo uit. Best wel een mooie verpakking. Hij plakt aan het vast. Ik weet niet waarom. En dan kun je het gewoon zo openmaken. En er staat een R op van Revolution. En je hebt een klein spiegeltje erbij. Dat is luxe voor de lage prijs. Oké, mensen, altijd als het kan haal ik altijd deze eruit. Want ik wil de poeder gewoon altijd gelijk zo pakken. Heel veel mensen vinden dat absoluut niet fijn. Omdat je dan best wel veel poeder in één keer kunt pakken. Maar ja, ik vind dit altijd super fijn. Want dan kan ik gewoon lekker zo vol ingaan en lekker gaan baken. Dus dat ga ik nou ook doen. Even de creases weghalen onder mijn ogen. En dan ga ik hiermee baken. Het is de kleur lichtgeel, maar ik vind hem op zich best wel wit. Nou mensen, als je dus de kleur lichtgeel pakt, is hij gewoon wit. Dus dat is wel handig om te weten. Mij maakt dat niet echt uit. De kleur is voor mij gewoon prima. Weer overal poeder op mij. En dan pak ik weer gelijk mijn poederkwast en dan haal ik het er weer gelijk van af. Ik laat het nooit echt lang zitten. Oh mijn god. Deze poeder heeft mijn hele gezicht verpest. Hij blijft helemaal zo plakken hier en zo. Oh mijn god, het is lelijk. Hij is helemaal zo patchy. Hier is nou echt zo'n vlekje. Ik weet niet of je het echt goed kunt zien op beeld. Oh, dat is dus wat ik bedoel. Goedkope losse poeders zijn echt gewoon super vaak een fiasco. Niet allemaal, maar veel wel. Oké, ik hoop dat het een beetje te zien gaat zijn. Maar kijk hier bij mijn neus helemaal. Het is echt niet mooi. Oh mijn god, wat is dit? Eeuw. Nou, absoluut niet goedgekeurd. Ik ga heel even snel mijn neus contouren. Zo, dan heb ik ook van Revolution hun matte poeders. Ik heb hier een bronzen kleur en een lichte kleur voor onder mijn ogen. Dat is de kleur P2 en de kleur P10. Ik ga dus eerst de kleur P2 gebruiken. En ik breng altijd nog een pressed poeder aan onder mijn ogen nadat ik heb gebaked om het extra smooth te maken en zo. Ook al ging het baken vandaag niet echt heel erg goed, ga ik toch nog die erop aanbrengen in de hoop dat het toch het iets mooier maakt. Zo, het is ook best wel groot en het is gewoon helemaal mat en echt een lichte kleur. Dan pak ik weer mijn spons. Dan ga ik er gewoon zo in met mijn spons. Dan breng ik dit zo extra aan. Oké, ja, dat maakt het oprecht wel ietsje beter, moet ik eerlijk bekennen. Gelukkig is deze wel gewoon fijn. Het heeft niet echt een hele goede dekking of zo. Het is gewoon een lichte poeder een beetje eroverheen. Even een beetje MAC Fix Plus, jongens. Oké, dan ga ik heel even mijn ogen afmaken. Ik doe heel even een paars oogpotloodje in mijn waterlijn. Zo, dan ga ik weer in met het paletje. En dan pak ik de paarse kleur en die ga ik aanbrengen onder mijn ogen. En dan ga ik het ook een beetje mixen met de groene twee kleuren. De matte groene kleuren. Dan ook nog een beetje mascara op de onderste wimpers. Oké, dan ga ik verder met mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen met weer die Revolution poeder, maar nou in de kleur P10. Mensen, ik heb geen nieuwe blush. Oh mijn god, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Nou ja, dan ga ik gewoon een blush gebruiken die ik al heb. Ik gebruik mijn MAC Blush Peaches. Oké, ik heb wel twee nieuwe highlighters, ook van MUA Makeup en dat zijn deze twee. Ik kan me niet herinneren of ik deze al een keer heb gebruikt. Volgens mij wel en volgens mij vond ik ze fijn, maar het is zo lang geleden, ik herinner het me niet meer. Dus ik ga ze gewoon weer opnieuw proberen. Ik heb hier een mooie lichtroze kleur, die heet Hollywood Rose. En ik heb hier meer een champagne kleur en die heet Radiant Cashmere en ik ga die gebruiken. Wauw, een hele mooie en een beetje een aparte kleur. Het is een beetje een bruinige champagne of zo. Ja, een hele aparte kleur. Die zie ik niet echt heel vaak en ik vind hem heel mooi. Leuk joh. En dan als laatste heb ik lipstick en lipglossjes. Ik heb hier een nieuw van MUA ook weer. De Velvet Lipstick. Die zijn nieuw en de verpakking is super mooi. Ik heb de kleur Secret. En het is een beetje een nude kleur. Kijk hoe deze eruit ziet. Het is net zo'n kleine diamantje. Super mooi. Dit is dus een collectie die is net nieuw. Heb ik gehad in PR.
En qua glosjes heb ik hier twee Jeffree Star glosjes. Woe, die heb ik gewoon gekocht. Ik krijg helaas geen PR van hem. Ik heb hier in de hele aparte goudgroene kleur. Die heet Safe Word. En ik heb hier echt een nude kleur. En die heet Legends Only. Ik zal even allebei naast elkaar swatchen. Ja, de nude kleur is gewoon nude. Daar is niks speciaals aan. Maar deze een beetje groen-gouden kleur vind ik wel heel apart. Ik vind het heel mooi. Ik hou altijd van die aparte kleurtjes. Kijk hoe die zo reflecteert. Het is niet echt goud. Het is een beetje echt gewoon een mix van groen en goud. En dan hebben we de lipstick. Die zal ik ernaast swatchen. Dat is ook een nude bruin. Heel mooi. Dus deze ga ik aanbrengen. Ik ga eerst mijn lippen omlijnen met mijn Morphe Sweet Tea lippotlood. Die ik like altijd gebruik. We zijn allemaal heel gechoqueerd dat ik die ga gebruiken. Zo, ik vind de lipstick heel mooi. Echt een prachtige bruine nude kleur. Ik vind alleen de vorm vind ik echt niks. Ik snap dat ze innovatief wilden zijn en met iets anders wilden komen. Maar nee, ik vind het niet zo fijn. Even kijken, ik ga de aparte kleur gloss aanbrengen. Dat is de Safe Word. Ja, de nude. Ik denk dat je wel weet hoe een nude gloss eruit ziet. Kijk dan. Matcht mooi met de groen hier. Wauw, heel mooi, heel apart. I like it. Nou, dan is de look helemaal af. Even een beetje fixing spray. Dit is de Magic Mist van Technique Cosmetics. Is een beetje een glowy spray voor een glowy effect. En dan zijn we helemaal klaar. Nou jongens, dit is dan de eindlook. Ik ben niet, ondanks dat er heel veel goed was, waren er ook echt een aantal producten absoluut niet goed. Ik vind de look oké. Het is niet helemaal gegaan zoals ik het wou. Ik vind vooral de huidmake-up niet zo mooi. Maar goed, ik ga even snel vertellen wat ik van alles vind. Ik wilde een full day wear test gaan doen. Maar het heeft niet echt nut, omdat ik al weet wat ik ervan vind. En de producten waarvoor ik de full day wear test zou willen doen, ik weet al wat ik ervan vind. Dus het gaat aan het einde van de dag niet veranderen. Dus ja, ik ga gewoon nou vertellen wat ik van alles vond en mijn eindmening. Allereerst het oogschaduwpaletje. Ik keur hem zeker goed. De kleuren zijn echt prachtig. Ik heb nou een matte kleur gedaan op mijn ooglid. Ik had een beetje moeite met de kleur inblenden met de groene kleur. Dat is niet heel raar. Dat heb ik vaker gehad als je een matte oogkleur op je ooglid doet. Blendt hij een beetje weg als je het bij de randen gaat blenden. Dat is gewoon dan wat er altijd gebeurt. En vooral omdat ik ook echt moeilijke kleuren heb gebruikt. Paars en groen en die dan nog samen mixen. Dat is, ja, dat is niet het makkelijkste wat je kunt doen. Maar het is gewoon gelukt. En dat het überhaupt uiteindelijk is gelukt, dat is al heel goed. Want vaak lukt het gewoon niet meer. Dus ja, dat vind ik heel erg mooi. De glanzende kleur vind ik ook heel erg mooi. Ik kan niet wachten om die kleur op mijn hele ooglid te gaan aanbrengen bij een andere look. Dus dit paletje vind ik echt leuk. En ik ga er zeker een aantal looks mee maken, nog ook op mijn Instagram. De Revolution Pressed Poeders vind ik ook prima poeders. Het zijn niet de beste kwaliteit poeders. Ze hebben niet heel veel dekking en zo. Dat niet, maar ze maken het gewoon mooi mat. En hier heeft hij het mooi verlicht. En ik vind P10 ook heel mooi als bronzer. De MUA Highlighters vind ik ook mooi. Ik vind vooral deze kleur, Cashmere. Het is een hele aparte kleur. En het gebeurt niet heel vaak dat betaalbare merken een aparte kleur hebben. Dus dat vind ik wel leuk. De Jeffree Star glosjes, echt super mooi. Plakken ook niet. Kijk. Helemaal niet sticky. De lipstick vind ik ook heel erg mooi. Ondanks dat ik de vorm niet fijn vind. En de sticks. Ik ga ze echt alleen maar gebruiken om mee te contouren. Absoluut niet als concealer. Daar vond ik hem echt niet goed genoeg voor. Welke producten vond ik minder goed? Vandaag is het echt een hits of misses video. Er is niks in between. Het is of goed of slecht. De MUA mascara super slecht. Deed echt absoluut niks. De losse poeder. Oh mijn god. Weg ermee. Hij heeft hier echt helemaal verpest. Deze pressed poeder heeft het echt nog een beetje gered. Maar deze losse was echt een fiasco. En de matte foundation ook echt niet mooi. Ik zie het ook hier. Is het helemaal zo aan het raar aan het doen. En ik ben pas nu net klaar met mijn make-up. En het is al vreemd aan het doen hier bij mijn kin en zo. Nee, deze is niet smooth. Niet mooi. En ik hou van de wimpers. Love them. Dat
Ja, die zijn gewoon echt supergoed. En ja, dat is dan wat ik van de producten vond, mensen. Ik hoop dat iedereen weer heeft genoten van de video. Het is een beetje een aparte look geworden vandaag. Superleuk. En ja, that's it voor vandaag. Vond je de video nou leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik plaats ook 2 video's in beeld die je misschien ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video's. We hebben nou voortaan 4 video's in de week. Woep woep. Doei!